Goedenavond, u kijkt naar Omroep Zeeland met het belangrijkste nieuws van vandaag. Tientallen booteigenaren protesteerden vandaag op en aan de Grevelingen tegen de plannen voor Brouwers Eiland. In die plannen komen er verschillende eilandjes in het Grevelingenmeer met erop huizen, horeca, aanlegstijgers en een nieuwe jachthaven. En het protest richt zich vooral tegen het verdwijnen van de aanlegplaatsen. Voornamelijk omdat alle 15 meter plus plaatsen weg komen te vallen. En alle andere schepen die hier zijn, en van de zomer komen er natuurlijk nog veel meer, die kunnen dan nergens meer terecht. Die kunnen nergens aan de wal, die zullen gedwongen en voor het anker moeten gaan of wat dan ook. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo leuk, want je wil van de Grevelingen genieten, maar je wil ook af en toe een wandelingetje kunnen maken. Wij zijn tegen Brouwers Eiland! Iets verderop, ook protest op het water. Surfers zijn vanaf het begin af aan tegen de plannen. Daarom hebben ze zwarte linten om hun armen en roeispanen. Als teken van rouw vanwege de komst van het eiland. En zowel de surfers als de booteigenaren vinden het erg dat het plan voor de Happy Few is en dat het uitzicht niet behouden blijft. Zeker niet als ze die 9 meter hoge of 10 meter hoge geluidswal hier gaan bouwen. Over 1300 meter lang. Nou, dan kunnen de mensen die nu op de Brouwersdam nog lekker over de Weidse Grevelingen kunnen kijken, is dan ook over. Het is voorlopig de laatste actie in een lange reeks van protesten. En eind deze maand dan beslist de gemeenteraad of dat Brouwers Eiland er nu komt of niet. In de Middelburgse wijk Douwendalen zijn de kruipruimtes van 5 huizen door een lekkage onder water gelopen. Dat gebeurde vanmorgen vroeg. En ook stond er op sommige plaatsen water op de vloer van de benedenverdieping. De brandweer heeft 3 blusvoertuigen ingezet om het water weg te pompen. Hoeveel schade het heeft aangericht is nog onbekend. De Zeeuwse GroenLinks-fractie wil dat de provincie optreedt tegen de kaalslag in Zeeland door overmatige bomenkap. Volgens de partij wordt er steeds meer gekapt omdat de provincie te weinig toezicht houdt. GroenLinks wijst erop dat bomen belangrijk zijn voor een schone lucht en voor de natuur. Bovendien zijn ze beeldbepalend voor het landschap. De kap van bomen stuit de laatste tijd regelmatig op verzet in Zeeland. De kap van deze bomen bijvoorbeeld bij de Sloerrand bij Borselen, daar waren omwonenden op z'n zachtst gezegd niet blij mee. 2 zwemmers in de problemen in zee. En een strand verder is iemand van de paalhoofden gevallen. Een drukke ochtend voor de strandwacht in Zoutelanden. Niet schrikken, het was niet echt. 15 strandwachten van de stichting Strandexploitatie Veren deden examen. Theorie en praktijk, dus er gebeurde van alles in het water en op het strand. Doet het hier pijn? De strandwachten hebben de afgelopen maanden getraind voor het diploma Lifeguard Beach. Dat is een stap hoger dan een gewone strandwacht. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Heel leerzaam, leert er heel veel van. En het is gewoon hartstikke leuk. Nou ben je nog maar 20 jaar, maar je hebt dan wel een hele verantwoordelijkheid. Ja, klopt. Ja, dat is... is dat niet eng of spannend? Of hoe vind je dat? Ja, spannend, ja. Het is eigenlijk deel van mijn werk. Als je het zo lang doet, dan denk je er eigenlijk niet meer bij na natuurlijk. Het is gewoon, het wordt gewoonte. Je bent wel koelbloedig genoeg, moedig genoeg. Ja, precies. Ja, ik ben ook opgegroeid aan het strand. Dat helpt ook wel, denk ik. Doordat je gewoon weet wat je moet doen, wordt de verantwoordelijkheid vanzelf en gaat dat vanzelf, ja. Hoe ging het? Het ging goed, ja. Het is goed gegaan. Je hebt er een goed gevoel over. Ze zijn vandaag allemaal geslaagd. 15 lifeguards erbij in Zeeland. Ja, jullie weten het al, hè. De straf van lifereditatie. We zijn er helemaal klaar voor. Als jullie er klaar voor zijn, want dit is Raccoon! De eerste dag van Westrock zit erop. Met optredens gisteravond van onder meer Raccoon en Jet Rebel. En over de 3 dagen verspreid komen er zo'n 27.000 bezoekers af op het festival in Hulst. Vandaag treden de Common Linnets op en Danny Vera. En morgen is er een speciale dag voor kinderen. Een maandag, dan zenden we een uitgebreide reportage uit over alle 3 die dagen Westrock op televisie. Dit blauwachtige licht wordt veroorzaakt door zeevonk. Dat is een bolvormig, eencellig organisme, heel bijzonder om te zien.
En als zeevonk heftig wordt bewogen, zorgt een chemische reactie ervoor dat hij licht gaat uitstralen. Nou, vanavond en vannacht is het rustig weer in de provincie, met wolkenvelden. Heel misschien valt er een enkele bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Verder waait er een veelal matige westelijke wind en koelt het in de loop van de nacht af naar 12 tot 14 graden. En morgen, eerste Pinksterdag, is het droog en vrij zonnig, met 's middags enkele stapelwolken. Er waait een matige westelijke wind. Aan zee is deze af en toe vrij krachtig, kracht 5. En het wordt maximaal 18 tot 20 graden. En dat zijn gangbare waarden voor deze tijd van het jaar. Op tweede Pinksterdag laat de zon zich ook geregeld zien en wordt het met een zuidwestelijke bries rond 21 graden. Dinsdag wordt het maar een graad of 16, met veel bewolking, regen en een stevige wind. Ja, tot zover deze uitzending van Zeeland Nu. Straks ben ik er nog met het weekoverzicht. Dat na de reclame. Tot zo.